welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer heel blij, maar eigenlijk is de video van vandaag niet zo blij. Want ik ga het vandaag hebben over slechte make-up producten. Ik heb hier, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 7 producten liggen die ik jullie niet aanraad. Die jullie gewoon niet moeten halen. Tenminste, voor mij werken ze niet. Altijd deze grote disclaimer. Als iets niet werkt voor mij, betekent het niet dat het voor niemand werkt. Het heeft dan gewoon echt te maken met nou, wat ik zoek, wat ik wil en gewoon hoe het werkt met mijn soort type huid en dat soort dingen. Dus al deze producten die ik vandaag ga laten zien, kunnen misschien wel werken voor jou. Maar ik denk dat de meeste van ons deze producten niet zo fijn gaan vinden. Er zit ook echt één ding bij dat echt net uit is. Echt net volgens mij een halve week of zo. Maar ik vind het echt bagger en dat ga ik ook gewoon zeggen. Ook al heb ik het gehad in PR, maar oké. Maar ik vind het toch altijd super belangrijk om ook te vertellen wat niet goed is in plaats van alleen maar wat wel goed is. Want dat kan jullie weer geld besparen. Ik heb ook vaak gehad dat ik dit soort video's had gemaakt en dat meiden mij berichten met oh, godzijdank heb jij deze video gemaakt, want ik wilde net dit en dit gaan halen. En dat ga ik dus nou niet meer doen. Dus ik wil jullie echt helpen om geld te besparen. Dus vandaar dat ik ook dit soort video's maak. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel van start. Voordat we gaan beginnen zal ik vertellen wat ik op mijn lippen heb, want dat vraagt altijd iedereen. Ik heb een MAC lip potloodje op mijn lippen in de kleur Whirl. Toen heb ik mijn lippen ingekleurd met deze 24 matte ink lipstick in de kleur 05. En ik heb een lipgloss op, de samenwerking van Wet n Wild met Bradman Rock in de kleur Freaky. Dus deze gloss heb ik daar nog op aangebracht. Ik word weer gebeld. Ik word heel erg gebeld terwijl ik video's maak. Hoi. Oké, ik werd even gebeld, maar ik ben weer terug. Oké, dit is dus de combo die ik heb op mijn lippen. We gaan gewoon beginnen met alle slechte producten. En ik ga beginnen met de slechte mascara. Ik heb hier deze mascara van Pixi. Deze heb ik net nieuw. Large Lash Mascara. Deze mascara is letterlijk vreselijk. En Pixi is niet eens super goedkoop. Dus je betaalt er gewoon wel echt iets voor. Maar hij werkt echt super slecht. Hij is ook zo super groot. Maar ja, het heet ook de Large Lash Mascara. Dus voor de onderste wimpers is hij al way te groot. Maar hij doet gewoon helemaal niks. Het is gewoon alsof hij droog is. Is hij niet. Want ik zie gewoon echt dat er gewoon veel product in zit. Alleen hij doet gewoon veel te weinig voor mijn wimpers. En dan als ik het vergelijk met al mijn goede Essence mascara's van 3, 4 euro en zo. Dan denk ik, ja, wat moet je hiermee jongens? Het is echt gewoon een hele slechte mascara. Ik raad hem ook jullie niet aan. Ik heb hem gewoon gehad in PR. Dus godzijdank heb ik er niet voor betaald. Maar hij is gewoon echt niet goed. Hij deed helemaal niks. Ik heb al wel hele slechte wimpers. Maar ik weet toch alsnog wel wat nou een goede mascara is en wat niet. Want ik heb een heleboel die wel gewoon goed werken voor mij. Maar ik denk dat echt werkelijk waar niemand blij zal zijn met deze. Want deze is gewoon echt super slecht. Het volgende is de NYX Epic Ink Liner van NYX Cosmetics. En ik heb hier de bruine. Dit is dus niet de zwarte. Je hebt hem ook in het zwart. Ik heb de bruine. Ik was een beetje in shock. De kleur is by the way wel echt heel erg mooi. Ik zag allemaal online dat iedereen de NYX Epic Ink ding allemaal super goed vond. Iedereen vond hem super fijn. Ik dacht ik haal hem ook. Iedereen had het wel over de zwarte. Maar ik dacht ik haal bruin. Want ik heb niks in het bruin. Maar hij werkt gewoon niet goed. Als ik hem swatch is hij ook gewoon een beetje patchy. Ik weet niet of het echt opvalt. Ja, volgens mij niet. Volgens mij oogt hij gewoon mooi. Maar hij is echt best wel patchy. Hij brengt ook best wel een beetje waterig aan. Als je snapt wat ik bedoel. Er is niet genoeg pigment. En hij maakt gewoon de lijn niet mooi bruin. Dus ik was een beetje in shock. Want iedereen vindt deze zo goed. Ik weet niet of het zo is. Maar misschien is de zwarte dan toch anders of zo. Ik ging er gewoon van uit. Dat dan zwart en bruin. Ja, dat gewoon allebei dezelfde formule is. Misschien is dat niet. Of misschien vindt iedereen gewoon dit goed. Maar ik vind het gewoon echt absoluut niet goed. Ik heb echt zoveel die veel beter zijn. Zoals van Catrice. Catrice heeft echt super goede betaalbare pennen. Maar deze, ik weet niet wat het was. Het was helemaal waterig. Er kwam helemaal niet veel pigment. Het was ook zo patchy, zo vlekkerig. De kleur bruin was niet helemaal mooi egaal over de hele wing. Het was zo op de ene plek meer bruin dan op de andere. En ja, ik vond hem gewoon super slecht. Dus deze raad ik jullie niet aan. Iets wat dus echt nieuw is, wat ik ook net zei in de intro, is de Brow Micro Filling Pen van Benefit Cosmetics. Deze is echt net nieuw en ik vind hem helaas niet goed. Kijk, hij is wel super apart. Zie je dit? Het maakt zo van die neppe haartjes. Kijk, als je het zo swatcht, zie je dat ook. Maar zoals je kunt zien op de swatch, er zit bijna geen pigment. Kijk even hoe slecht het is. Wat is dit, jongens? Alsof er gewoon geen pigment zit. En ik moet ook zeggen dat ik het niet echt goed heel veel haartjes vind maken. Maar de pigmentatie is gewoon niet goed. Toen ik het ging aanbrengen, vooral zo hier in het begin,
ik vond het gewoon niet mooi. Je zag het gewoon bijna niet. En ik heb de kleur, even kijken, welke kleur is dit? Deep brown. Je hebt hem in 3 kleuren. En mijn kleur is het meest donker. En dan is dit wat je krijgt. Serieus mensen, kijk ook even het verschil met die ernaast. Dit is niet te zien op mijn wenkbrauwen. Ik weet niet of ze dit gewoon expres hebben gedaan omdat ze willen gaan voor een natural effect. Maar this ain't working for me. Echt, het is, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet goed. Het is ook echt super, super duur. En ik had al verwacht dat het goed ging zijn. Ik was er ook best wel enthousiast over. Ik heb hem al gehad in PR voordat hij überhaupt uitkwam. Dus ik wist al dat deze eraan kwam. En ik dacht echt, wauw, dat is echt ideaal voor mij. Vooral zo hier in het begin. Ik maak hier altijd van die neppe haartjes en zo. Maar ja, toen ik hem gebruikte, ik dacht echt, ja... Sorry, ik vind hem echt niet zo goed. Ook iets slechts voor de wenkbrauwen is de Urban Decay Inked Brow Wenkbrauw Gel. Ik heb hem in de kleur medium brown. Deze is sowieso te licht voor mij. Maar ik heb hem ook gehad in PR. Maar ik weet niet waarom ze mij zo'n lichte kleur hebben gestuurd. Want hallo, ik heb gewoon bijna zwarte wenkbrauwen. Maar ik vind dit zo'n raar product. Dit is dus een wenkbrauwgel. Maar het is gewoon zo'n kwastje. Zien we dit? Echt super, super weird. En kijk ook die kleur. Ja, ik wist niet zo goed wat ik hiermee moest. Wat moet je hiermee, jongens? Het is gewoon bijna gewoon roodachtig. Het is echt zo erg raar. En het doet echt niks voor mijn wenkbrauwen. Toen ik het erin deed, ik dacht, oké, laat me het gewoon aanbrengen. Misschien is het gewoon goed, ook al oogt het niet goed. Het is gewoon alsof je een soort van rare gelachtig iets in je wenkbrauwen smeert. Mijn wenkbrauwen werden ook helemaal zo klonterig ervan. Ze werden wel hard, wat hoort bij je wenkbrauwgel. Dat hoort je wenkbrauwhaar een beetje hard te maken, zodat ze goed op hun plek blijven. Maar... Het maakte het helemaal zo klonterig. En mijn wenkbrauwharen gingen allemaal zo in elkaar zitten en zo. En die kleur ook. En ik dacht echt, wat is dit, joh? Wie gebruikt dit? Ik zie ook echt nooit iemand dit gebruiken. Dus deze raad ik ook echt niet aan. Ik vind het een beetje... Ja, ik denk dat ze gewoon een beetje anders wilden zijn. Een beetje apart of zo. Maar dit doet echt werkelijk waar niks. Iets wat ik ook niet zo goed vind is de Elf Hydrating Concealer. Ik heb ook hun normale. Die is wel goed, maar deze hydrating... Ik had hem ook gebruikt in een video. Toen vond ik hem al niet zo. Maar ik dacht, weet je, laat me hem vaker gebruiken. Ik heb hem vaker gebruikt. Ik vind hem gewoon slecht. Hij creased compleet. Hij creased hieronder helemaal. Er kwamen hier allemaal creases. Ik vind hem wel heel erg mooi. Ik vind hem mooier liggen op de huid dan de normale. Die normale is echt heel erg mat. En kan een beetje droog aanvoelen bij mij. Vooral met mijn droge huid. Maar deze, ik bracht hem aan. Ik dacht echt, wauw. Hij is zo mooi gehydrateerd. Hij maakt het helemaal mooi smooth. Maar echt het creasen begon echt like bijna meteen. En het is ook echt iedere keer gebeurd. Iedere keer als ik hem gebruikte, was hij gewoon hieronder heel helemaal aan het creasen. En dat is echt gewoon not done for concealer. Ik heb wel gezien in video's van mensen dat ze deze wel goed vonden. Ook gewoon vaker hebben gebruikt en hem goed vonden. Dus ik weet niet, misschien matcht die gewoon niet echt voor mij. Voor anderen werkte die kennelijk wel. Maar voor mij is het gewoon echt een no-no. Hij werkt totaal niet voor mij. Dan ga ik verder met iets voor de lippen. Elf Jelly Pop Lip Gloss Juicy Gloss. Hij is zeker juicy, maar hij is te juicy. Ik vond het wel een mooi concept. Zo lekker juicy, daar hou ik altijd van. Ik draag bijna altijd lipgloss nu ook weer, zoals je kunt zien. Deze is veel te plakkerig. De kleur is echt prachtig. Hij brengt het gewoon mooi aan. Alleen hij plakt compleet. En dan als je met je lippen op elkaar gaat, gewoon zoals wij mensen gewoon altijd doen als je praat en zo, dan ga je lippen op elkaar. Dan zag ik ook allemaal dat die gloss allemaal zo aan elkaar bleef plakken. En het was echt een mess. In het begin had ik iets van, oké, misschien heb ik te veel aangebracht of zo. Dus toen bracht ik er minder aan, maar het maakte niet uit. Mijn lippen plakten helemaal zo raar op elkaar aan. Het zag er niet uit. Het werd helemaal zo viezig. En nee, ook voor de lage prijs. Hij ruikt, by the way, heerlijk. Ik vind hem ook er mooi uitzien. Echt super, super juicy. Maar nee, hij werkt gewoon niet omdat hij gewoon te veel plakt. En het is gewoon een beetje viezig zelfs. En dat, ja, het is gewoon alsof er allemaal zo spuug op je lippen zit. Echt super, super nasty. Als laatste heb ik een highlighter van Revolution. De Reloaded Highlighter. Ik heb hem in de kleur Raised Bar. De kleur is echt amazing. Maar er komt gewoon bijna geen pigment vanaf. Dit is de kleur. Echt heel erg mooi. Maar het is gewoon super, super poederig. Kijk even die kleur, hoe mooi is die kleur niet echt prachtig. Dus als je hem zo zag, dacht je echt wauw. Maar toen ik hem ging aanbrengen op mijn wangen, alsof ik gewoon een poederig krijt iets op mijn wangen aan het aanbrengen was. En het was vreselijk. Het is gewoon niet mooi. Ook is hij een beetje te hard gepressed of zo. Dus er komt niet heel veel van af. En wat er afkomt is gewoon letterlijk gewoon poeder. Gewoon echt krijt. En dat is gewoon niet mooi. Ook blijft het niet lang zitten op je huid. Het vervaagt gewoon weer als er maar één klein windje komt. Gaat er gewoon helemaal van af. It's a mess. Het is gewoon niet mooi. Dus dit is het laatste wat ik niet aanraad. Nou mensen, dit was dan de video. Dit waren alle producten die ik dus niet aanraad. Ik vind ze gewoon niet fijn. Ze werken echt totaal niet voor mij. Als jij iets van dit hebt, let me know als je het wel goed vindt. Maar voor mij is het gewoon echt een no-no. Ik vind het gewoon echt niet fijn. I don't like it.
Ja, helaas. Dit hoort er nou eenmaal ook bij. Niet alle make-up werkt voor iedereen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!